En ja, je hebt vrij lang haar. Je hebt een beetje elfenhaar ook. Je hebt hele mooie krulletjes, zie je dat? Ik ben helemaal een elfje. Even kijken waar je vleugeltjes zitten hoor. Even kijken. Ik heb geen vleugels. No. Maar je hebt wel mooie speltjes. Kijk eens naar een kant, dan kunnen ze het zien. Je hebt helemaal, kijk eens naar mij. Ja, het is een hele mooie vlinderspel. Hey, wat gaan we doen? Boekje lezen. Zo, daar ging ze hoor. Hey. Je wel goed vast. Ja, ik had je eventjes vast moeten houden, inderdaad. Boekje lezen! Ja! Hey, we zijn een beetje verregen. Het is heel vies weer. Sinterklaas is in het land. Die is gisteren aangekomen. Hè? Hebben we gekeken? Vond je het leuk? Ja. Ja, hè? Dat is heel leuk. En welk boek gaan we lezen? Sint gaat de wereld rond. Een onwijs leuk boekje. Wat staat hier? Nou, dat Sint gaat de wereld rond. Ja, dat staat daar. En die hebben we volgens mij bij de Hoogvliet of zo gekregen. Vorig jaar. Oké. Schip ahoy! Roept Sinterklaas enthousiast. Zijn surfplank snijdt de golven doormidden. Het water spat omhoog. Sint blijft kaarsrecht staan. Joehoe, ik ben een toptalent, juicht Sint. Wat is een toptalent? Dus als je iets heel goed kan, dan heb je talent. Dit hebben we echt verdiend, zegt Sint tegen Americo, als ze klaar zijn met surfen. Samen lekker chillen op het strand van Hawaii. Zonder de pieten, wat een rust. Kijk ze liggen, lekker chillen. Hè? Maar bij de pieten is het helemaal niet rustig. Ze werken dag en nacht door in het kasteel van Sinterklaas. Honderdduizenden cadeautjes in te pakken. Wat wil je haren laten zien zo graag? Je mooie lange haren. Oh, wat doe je dan? Nou, het een beetje. Dat het wat leuker zit. Ja. Oké, ja. En dat lukt, ja. Nou, ik zie het. Dat werkt. Het lijkt wel een soort van meditatie. En met je oogjes ook dicht. Oh, heerlijk. Oké, zullen we nu weer, zit het nu goed? Ja, hè? Okay, ja. Ja, top. De pieten zuchten. Dit krijgen we nooit op tijd af. En Sinterklaas is nog steeds op vakantie. Dit kan zo niet langer, denkt de hoofdpiet. Sorry Sint, ik moet nu echt gaan ingrijpen. De hoofdpiet pakt de telefoon en zegt: hallo, met de hoofdpiet spreek ik met Sinterklaas. De enige echte, lacht Sinterklaas aan de andere kant van de wereld. Kijk, hij zit in een telefooncel met zijn paard. Oh oh. Maar als hij de telefoon na een lang gesprek ophangt, lacht Sint niet meer. Wat moet ik doen, Americo? Heb jij een idee? Moeten we terug naar huis om de pieten te helpen? Of, nee, ik weet het al. Ik heb een plan. Ineens krijgen ze elke dag post van Sinterklaas. Nou ja zeg. Alweer een foto van de Sint, reageert hoofdpiet. Eerst uit Canada en nu eentje uit Mexico. Ik dacht dat hij lekker op Hawaii zat. Nu snap ik er eigenlijk helemaal niks meer van. Waar blijft hij nou? Als er maar niks gebeurd is. Kijk, al die aanzichtkaarten krijgen ze. De brievenbus in het kasteel blijft klepperen. Met foto's van de Sint uit Rusland, Duitsland, Afrika. Onze pieten raken het overzicht helemaal kwijt, mompelt de hoofdpiet. Als de Sint niet heel snel terugkomt, zijn we nooit op tijd klaar voor 5 december. Jee. Ah, dat zou echt een ramp zijn, hè? De volgende dag gaat het al mis. De pieten zijn uitgeput. Ze liggen in het praatziekenhuis.
De luisterpiet hoort hun verhalen. Sint moet nu echt komen. Is dit de luisterpiet? Ja. Wat goed dat je dat ziet. Kijk, want zij liggen allemaal met hun oogjes dicht te praten of te slapen. Sint moet nu echt komen. We weten het niet meer en anders zit er maar één ding op. Opeens springt de hoofdpiet overeind. Ja! Dat ga ik doen! Oh, dit is de hoofdpiet. Nee, dus dit is niet de luisterpiet. Nee. Daar staat de hoofdpiet. Boven op het dak. Met allemaal super rocket knalvuurpijlen. Eén voor één steekt hij ze af. Ze schieten de lucht in en knallen daar hard uit elkaar. Met een glinsterende sterrenregen. De vuurpijlen schrijven samen 4 woorden in de lucht. Dit zal Sinterklaas ook lezen, denkt de hoofdpiet. En natuurlijk zal Sint dan eindelijk terugkomen. Kijk, en hier is Sinterklaas. En die kijkt in de lucht en dan ziet hij hier in de lucht. Sint, kom snel terug. Heb je het ook gelezen vannacht, zegt Sint tegen Americo. We moeten zo snel mogelijk naar ons kasteel. Maar eerst nog even naar de Zuidpool, Japan en nog een paar andere landen. Maar de pieten, die weten dat niet. De hoofdpiet vindt het veel te lang duren en neemt een heftig besluit. Het Sinterklaasfeest gaat niet door. Zo, dat is wel knap dat hij zo'n besluit neemt. Hè? Echt? Gaat niet door? Even zijn de pieten van slag. Dit is nog nooit gebeurd. Wat zeg jij dan met je tong? Het is heel gek. Het is net alsof je een hele dikke bovenlip hebt. Kijk nou. Heb je je lippen laten opvullen? Hé. Is dat jouw tong? Oeh, wat is die lang. Nu is het onze beurt om te chillen, lachen ze. Ze luieren in de zon, drinken thee met taart en duiken af en toe in het zwembad. En opeens vraagt een inpakpiet, hey, wat hoor ik daar voor raar suizen? Ik hoor een raar suizend geluid. Hoor jij het ook? Nee. Nee, hoort het niet? De pieten rennen naar het dakterras van het kasteel. Daar kunnen ze nog beter zien wat er uit de lucht komt vallen. Luchtballonnen met Sinterklaas en pieten uit alle hoeken en gaten van de wereld. Hey. Als de luchtballonnen veilig in de tuin geland zijn, zegt Sint, ik had op Hawaii een top idee. Ik wilde jullie bedanken voor jullie harde werken. Daarom gaan deze pieten jullie helpen. En Sint wijst naar de muziekpiet uit Mexico. Wat zie je? Net een foto af. Ja, de bakkerspiet uit Frankrijk en naar alle andere wereldpieten. Oké. En hij heeft lekker pepernoten en chocoladeletters gebakken. Sint, u bent een kanje, zegt de hoofdpiet. Nu snap ik pas waarom we al die aanzichtkaarten kregen. Als we snel zijn, kunnen we toch nog alle cadeautjes op tijd inpakken. En zo vertrekken Sint met zijn oude en nieuwe pieten een paar dagen later met de stoomboot naar Nederland. En de kinderen, die nemen de cadeautjes in de haven juichend in ontvangst. Wat een wereldfeest, roepen alle wereldpieten. Mogen we volgend jaar weer meehelpen? Wat een spannend verhaal. Hé, hey, het lijkt ook een beetje op het Sinterklaasjournaal van nu. Want het was ook nog maar de vraag of de Sint zou komen, hè, naar Nederland. Want de kolen waren op en ze wisten niet waar ze heen moesten. Nou, zeg maar even dan. Dag. Dag, bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Doei.